Bij de bijeenkomst vanavond werden er een hoop vragen gesteld door zowel oppositiepartijen als coalitiepartijen. En die vragen werden gesteld aan het college van burgemeester en wethouders, maar ook aan projectontwikkelaar Zwanenburg en het COA. Maar ondanks al die vragen en vele antwoorden blijft nog veel onduidelijk. En daardoor is de vraag of er überhaupt nog wel een draagvlak is voor een regionale opvanglocatie in Leeuwarden. Nou, ik zou het te kort door de bocht vinden om te zeggen dat er überhaupt geen rol of draagvlak is voor een opvanglocatie binnen de gemeente. Dat hoop ik ook gewoon dat die er nog is. Ergens, misschien is die weggestopt, maar het plan in deze vorm met woningen en een opvang op deze locatie op deze manier, daar vraag ik me af of daar nog wel voldoende draagvlak is. Er is nooit een besluit om voor deze locatie. En dat komt nou en daar is helemaal geen draagvlak voor. U wil ook graag een draagvlak onderzoeken, hè, zei u? Ja, wat hier dat nou makkelijk was. Hè? De wethouder had het van alles hoor. Hè? Van, die had met mensen kunnen praten, was, die hebben georganiseerd, joen en zo. En zij kon ervan uit dat ze dan bepalen kinderen van, nou, zou denken de mensen erover. Nou, dat kunnen ze al je nooit en del lezen, hoe ze niks moeten doen. Maar had je nog gewoon een draagvlak onderzoek door? Hè? Je hebt bijvoorbeeld een briefje ja, nee, of je toch een enquête. Ja, die kun je nooit meer lezen en dan kun je duidelijk het verschil zien voor of zien. Nou, en dat is heel helder voor de Rier, dat is helder voor het college, maar ook helder voor de inwoners. Burgemeester Buma zegt de zorgen van de raad te begrijpen, maar benadrukt ook dat de raad zelf ook een verantwoordelijkheid heeft. Want een paar jaar geleden heeft de raad ingestemd met een asielzoekerscentrum in Leeuwarden. We zijn niet blanco begonnen met z'n allen. We zijn begonnen met een best wel emotionele probleem. Een emotioneel gevoeld probleem dat Leeuwarden bij moet dragen en bij wil dragen aan een heel groot oplossen van een groot vraagstuk. Mensen die nu in het gras en ter apel soms slapen, een plek geven, ook bij ons. En dan is het natuurlijk altijd lastig om vervolgens te zeggen welke plek wordt het. Maar uiteindelijk zou je daar doorheen moeten. En het college heeft deze plek gevonden nadat het COA daarmee is gekomen als de plek waar dat nu het beste zou kunnen. Die leggen we voor. En het is aan de raad om erover te beslissen. En dat kan je dus niet uiteindelijk alsmaar in procedures blijven vangen. Op een gegeven moment komt toch die vraag op je af. Willen we in lijn met een eerdere, ja, we gaan een asielzoekerscentrum vestigen, deze plek? Of zeg je nee? En eigenlijk heb ik ook wel aangegeven, ja, dan weten wij ook niet waar het dan wel zou moeten.